Al generaties lang is dit boerenbedrijf in Renswoude in de handen van de familie Wolleswinkel. Sowieso 300 jaar en waarschijnlijk nog wel langer. Dus die grond gaat generatie op generatie over. Ja. Dus wij hebben 85 koeien op 45 hectare. Dat is niet zo heel intensief. Maar vandaag laat hij zijn overal thuis, want hij gaat naar Brussel vanwege nieuwe mestregels. Die hebben te maken met het water in Nederland. Dat is te vies. Uitstoot van grote fabrieken en agrarische bedrijven komt in het water terecht. Dat is in strijd met Europese regels. En daarom moet water in ons land over 3 jaar een stuk schoner zijn. Voor boeren betekent dat minder mest uitrijden, zodat er minder fosfaat en stikstof in ons water komt. Mest dat Art niet mag uitrijden, moet hij nu afvoeren. En dat kost geld. Maar ik moet dit jaar al voor 25.000, 30.000 euro mest afvoeren. Dat gaat dan om een 800 kuub. En volgend jaar wordt het meer. Hij snapt dat er iets moet veranderen, maar vindt de logica van deze regel ver te zoeken. Want hij mag wel kunstmest gebruiken. Wat ook nog eens een keer geld kost, maar wat helemaal niet goed voor het milieu is. Wat met heel veel gas geproduceerd wordt, waar de bodem niet mee gevoed wordt. Waar je alleen maar meer uitspoeling van krijgt. Dus wij begrijpen helemaal niks van dit beleid. Art hoopt dat de eurocommissaris Nederland ruimte geeft om het beleid op een andere manier in te vullen. En anders vreest hij voor de toekomst van zijn familiebedrijf. Onze kinderen zijn 6 jaar en 10 jaar, dus die moeten hun eigen keuze maken. Maar het zou wel heel fijn zijn als ze de ruimte krijgen van de overheid om ook een keuze te kunnen maken. Nu zoals het nu is, dan zijn wij de laatste generatie hier.